De bijeenkomst van vandaag is belangrijk niet alleen voor huisartsen en de medische zorg, maar voor de hele publieke dienstverlening. Problemen vergelijkbaar met die waarmee de huisartsen worstelen, spelen ook elders. Het lijkt wel of min of meer plotseling overal problemen rijzen, gaten vallen en grenzen zijn bereikt. Het mogen duidelijk zijn, de wijze waarop we de afgelopen decennia met de publieke dienstverlening zijn omgegaan, levert niet op wat wel werd voorgespiegeld. En dat was goedkoper, maar ook beter door maatwerk gericht op diegenen die het echt nodig hebben. Maar juist zij blijken in de praktijk als eersten buiten de boot te vallen. En dat tast het vertrouwen in de vertegenwoordigende democratie aan en zet het rechtsgevoel onder druk. De democratische rechtsorde is een normatief concept dat verbindt en insluit. Iedereen telt mee, niet uitsluit. Daarom is onze democratische rechtsorde ook een sociale rechtsorde. De kwaliteit van de sociale rechtsorde wordt afgelezen aan de wijze waarop we met de meest kwetsbaren in de samenleving omgaan. In een democratische rechtsorde geldt het primaat van de politiek. Dat primaat verwijst naar verantwoordelijkheden. Allereerst naar de verantwoordelijkheid die politici hebben om uiteindelijk vast te stellen wat het algemeen belang in concrete omstandigheden inhoudt. Daarnaast verwijst het primaat naar de politieke verantwoording die ministers ten overstaan van de volksvertegenwoordiging moeten afleggen voor het voeren en gevoerde beleid. In de praktijk kost het volksvertegenwoordigers en ministers grote moeite het primaat van de politiek waar te maken. Door het denken, ook in de politiek, in kosten en baten, ook politieke kosten en baten, op korte termijn, is het zicht op het algemeen belang verduisterd en is de politieke functie zoeken geraakt. Dat is een direct gevolg van de wijze waarop we de laatste jaren over de overheid hebben gedacht en in dat denken stonden drie opvattingen centraal. Allereerst de opvatting dat de overheid een bedrijf als bedrijf moet worden gezien, dat efficiënt gemanaged moet worden. Publieke taken konden beter worden verzelfstandigd of geprivatiseerd. Geen onverdeeld succes, zoals we nu weten. Ook al omdat publieke en private verantwoordelijkheden door elkaar zijn gaan lopen en vaak niet meer duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat. De tweede opvatting is dat de burger vooral een homo economicus is, zowel klant als kostenpost. Burgers worden geacht zich te gedragen overeenkomstig de aannames bij de overheid. Die aannames zijn vaak budgetair bepaald en op de korte termijn gericht. Zo vonden we de verzorgingshuizen wel weg, want burgers willen toch zo lang mogelijk ook alleen thuis blijven wonen. De ervaring leert inmiddels dat als door de overheid alleen op geld wordt gestuurd en de inhoud in de lange termijn worden verwaarloosd, de uiteindelijke kosten aanzienlijk hoger zijn. De derde opvatting is dat het succes van het overheidsbeleid vooral kan worden afgemeten aan de groei van de economische welvaart via de private sector. De voorzitter van het VNO-NCW verwoordde die opvatting onlangs kort en krachtig zo: wij verdienen de centen, wij maken de banen, de politiek moet naar ons luisteren en wel nu. Hij vergat dat de politiek dat in de afgelopen decennia in ruime mate heeft gedaan. In die opvatting is de overheid een kostenpost. En gevolg is dat de nadruk vooral kwam te liggen op wat de centrale overheid en ook de andere overheden om financiële redenen, al werd dat soms anders verpakt, niet meer zou kunnen doen in plaats van wat een overheid in de democratische rechtsorde in ieder geval moet doen. De gevolgen worden inmiddels dagelijks zichtbaar. Voor mij is maar één conclusie mogelijk: de weg van de overheid als bedrijf, de burger als homo economicus en de economische welvaart via de private sector als eikpunt voor succes loopt dood. De maatschappelijke schade wordt te groot en het vertrouwen van burgers in de overheid slinkt. De mensen in de zwakste positie zijn daarvan het eerst het slachtoffer. Er is dus een paradigmawisseling nodig
van een overheid als bedrijf ten dienste van economische welvaart via de private sector, naar een overheid ten dienste van de democratische rechtsorde, die ook een sociale rechtsorde is, als gemeenschappelijk fundament. Dat is meer dan een kwestie van extra geld voor publieke voorzieningen om de meest zichtbare achterstanden die de afgelopen jaren zijn opgelopen op te vangen. Hoe belangrijk dat ook is. Het gaat om een anders kijken naar en een anders denken over overheid en publieke dienstverlening. We moeten daarvoor alsnog de vragen stellen die we 40 jaar geleden, toen de ontzuiling doorzette, hebben laten liggen. Wat bedoelen we als we zeggen dat de democratische rechtsorde een normatief concept is dat insluit en niet uitsluit? Welke invulling geeft de overheid daarvoor bijvoorbeeld aan artikel 22 eerste lid van de grondwet? De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Op welke zorg kunnen alle burgers rekenen, ook in de regio? Het antwoord op die vraag is uiteindelijk een politiek antwoord dat niet aan de markt, wat die termen ook mogen inhouden, kan worden overgelaten. Maar wat houdt de politieke functie nog in? En waarin onderscheidt deze functie zich van de bestuurlijke en ambtelijke functies? Politiek is, behoort althans te zijn, een inhoudelijke koers uitzetten, het bredere perspectief schetsen en daarbinnen steeds opnieuw bepalen wat het algemeen belang vereist. Dat bredere perspectief wordt niet meer geboden door grote ideologische visies op mens en maatschappij. Daarvoor zit de wereld te ingewikkeld in elkaar. Wat politici en politieke partijen kunnen doen, is proberen problemen en hun oplossingen in beeld te krijgen door de vaak ongemakkelijke feiten tijdig, ik onderstreep tijdig, onder ogen te zien, nieuwe inzichten tot zich te laten doordringen, scherper zicht te krijgen op wat in de uitvoering gebeurt en op basis daarvan keuzes te maken. Het is vervolgens aan bestuurders, voorop de bewindslieden, de regie te voeren en ervoor te zorgen dat de keuzen worden uitgevoerd en de onderlinge samenhang wordt bewaard, maar vooral ook dat de voorzieningen allereerst diegenen bereiken die het meest van die voorzieningen afhankelijk zijn. Ambtenaren tenslotte moeten over de inhoudelijke deskundigheid beschikken om te bepalen welke instrumenten moeten worden ingezet om de regie effectief te doen zijn, te bewaken dat het doel van de voorzieningen wordt bereikt en eventuele onvoorziene effecten te signaleren en voorstellen voor correctie te doen. Maar zo is de laatste decennia niet meer over deze functies nagedacht. Politiek is steeds meer besturen, besturen steeds meer regelen, regelen steeds meer procesmanagement geworden. We kunnen niet volstaan met dat te constateren, daartegen te protesteren en te verwachten dat de politiek of Den Haag op eigen kracht zal veranderen. Dat zal niet gebeuren, niet uit persoonlijke onwil, maar uit functionele onmacht. De eigen dynamiek van het bestaande is te sterk. Zo moet volgens mij ook de reactie van minister Bruins op de publicatie Patiënt tussen wal en schip worden verklaard. Eigenlijk zegt de minister, het gaat niet om inhoudelijke keuze, maar om het beter inrichten van het proces. Einstein had gelijk. Problemen kunnen niet worden opgelost met het denken dat die problemen heeft veroorzaakt. Of in mijn eigen woorden, dat de afgelopen 30 jaar binnen de overheid en in de publieke dienstverlening het managementdenken met zijn aandacht voor organisatie, kostenbewustzijn en productie zo overheersend is geworden, is een gevolg van het ontbreken van tegenwicht. Het besef dat beleid en uitvoering, beleidsbepalers en professionals op de werkvloer, wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, was te zwak. Maar juist vanuit dat besef van wederzijdse afhankelijkheid en dus ook van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zitten we hier. Professionals op de werkvloer, waaronder de dokter, ondervinden in hun contacten met burgers, hun patiënten, aan den lijve de problemen waarvoor beleidsbepalers oplossingen proberen aan te dragen. De wijze waarop zij, de professionals op de werkvloer, met die problemen omgaan, bepaalt in belangrijke mate de geloofwaardigheid van de overheid. Zonder professionals op de werkvloer komt van geen enkel beleid iets terecht. Zonder de huisartsen als stevig fundament van het hele gezondheidsgebouw
stortte dat gebouw in elkaar. Toch is de politieke aandacht voor de uitvoerbaarheid en de uitvoering van het beleid tot nu toe gering geweest. Onder druk van de feiten verandert dat. Juist nu worden politici, niet alleen bewindslieden, maar ook volksvertegenwoordigers, er soms hardhandig aan herinnerd dat zij uiteindelijk niet worden beoordeeld op hun beleidsvoornemens en de modellen en vooronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen, maar worden afgerekend op de gevolgen van het beleid, ook het beleid dat door hun voorgangers in gang is gezet. Meer dan ooit zijn zij voor de noodzakelijke veranderingen in de publieke dienstverlening afhankelijk van de kennis en ervaring, de diagnoses en de receptuur van de professional op de werkvloer. Wederzijdse afhankelijkheid vereist vertrouwen. Vertrouwen dat ieder zijn eigen functie kent en competent is om die functie naar behoren uit te oefenen. Vertrouwen in de bereidheid de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de instandhouding van de democratische rechtsorde, de inclusieve samenleving, waarin de gezondheidszorg, het blijkt uit alle onderzoeken, voor burgers zo'n belangrijke plaats inneemt. De problemen die op dit ogenblik in de publieke sector zo scherp naar voren komen, kunnen tot somberheid leiden, maar kunnen ook de ogen openen van al diegenen die oprecht geloofden in een publieke dienstverlening waarin het accent meer lag op concurrentie en controle dan op samenwerking en solidariteit. Het blijkt niet te werken. Dat biedt dus ook kansen om het anders te doen. Never waste a good crisis. En daarom zijn we vandaag hier bijeen onder het motto: niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet in de zorg leidend zijn.